Ja, wij gaan dit jaar weer 4 uur lang racen op een knijtergaaf circuit, een officieel circuit. En misschien wel met jou. Hoe dat kan en wat je dus moet doen, namelijk gewoon met je Thomas komen en je inschrijven met je vrienden, dat leg ik je nu uit. Want 2 november kan jij misschien wel aan de start staan bij onze Endurance Race. Super dik natuurlijk. En wat houdt het eigenlijk in? Wat kan je doen? Want jij kan met je maten gewoon zo meeracen. Zonder racelicentie. Dus dat is best wel heel dik. Hoe zit dat? En wat kan je doen? Wat mag je niet doen? Enzovoort. Yo Thomas fans, mijn naam is Stijn. Tof dat je kijkt naar deze video. We gaan het even hebben over de toelatingseisen en wat nou eigenlijk die Endurance Race inhoudt. Want dit is echt een officieel evenement, een race op een officieel circuit. Circuit de Landsart in Veldhoven naast Eindhoven. En dat is super gaaf, want je rijdt dus echt gewoon 4 uur lang, ja, want het is een endurance race, op een echt kartcircuit. Wat ga je doen? Als jij mee wilt doen, dan denk je misschien, ja, misschien moet ik met een hele racer komen. Nee, niet per se. Tuurlijk is het leuk als je een hele race hebt gebouwd, maar je kunt eigenlijk gewoon je eigen Thomas pakken. Wat zijn dan de eisen? Wat zijn de eisen van je team en wat moet je doen? Ten eerste gaan we kijken naar je team. Je team kan bestaan uit maximaal 3 rijders, minimaal 2, want je moet kunnen wisselen, en 1 monteur. Het kan dus ook zijn dat je gek genoeg bent om ervoor te kiezen dat je met z'n drieën gaat rijden. Geen monteur. En dan zou je nog kunnen kiezen voor dat één van die drie. Tenzij het de rijder is natuurlijk om monteur te zijn. Maar je kunt je dus inschrijven als team van 4. Je broer moet natuurlijk wel ergens tegen kunnen. En hij moet ook best wel lang het vol kunnen houden. En het kan ook best wel koud zijn, want het is natuurlijk 2 november. Het zal dus geen dikke zomerse dag zijn, maar goed, met een zonnetje erbij kan het heel lekker zijn. Met regen moet je ook daar voorbereid voor zijn. Je Thomas voorbereiden voor die race is dus wel heel cruciaal. Voor meer informatie, voor zowel over het evenement als kunnen inschrijven of de regels en de eisen zelfs aan je brommer of aan je kleding, dat kan je allemaal vinden via de links in de beschrijving. Daar staan er denk ik 2, 3. De pagina voor je, ja, natuurlijk gewoon te kunnen informeren en je uiteindelijk in te schrijven als het natuurlijk echt wel heel vet is wat je ziet. En een linkje naar een PDF waar de complete eisen, restricties enzovoort te lezen zijn van de Endurance Race. Want dat is super belangrijk, want jouw Thomas moet geprepareerd zijn voor de race. In de basis moet het natuurlijk een Thomas zijn. Goh, je hebt ook andere klasses. Je hebt natuurlijk een poegklasse, 50 en 70 klassen. Dat zijn er dus 2. Dan heb je de Legends. Dat is zo omdat het eigenlijk een soort van, ja, wat meer algemenere klasse is. Maar van een aantal brommertjes die al vroeger, SOBW-tijd enzovoort, al meereesten in die, ja, hè, in die groepen, in die klasses. En dan heb je de 4e klasse. En dat is dus de Thomas tot 70 cc. Dus wil jij gewoon lekker krachten met je 50 en is die vlot, of heb je een hele snelle 50, kan dat natuurlijk ook gewoon. Het moet een Thomas A3 enzovoort zijn. Dus men begon natuurlijk destijds met de Thomas A3. Ze zijn toen natuurlijk overgegaan op dat tweebakblok, dat automatische tweeversnellingblok. En dat zat vervolgens onder heel wat types. Het gaat er dan vooral om dat we kijken naar het frame van natuurlijk gewoon een A35. En het ronde frame, dus het flexer pack R-achtige frame. Dat zijn eigenlijk de 2 logische frames die sowieso mogen meerijden. Heb je nou een ander frame, mail ons even. Dan kunnen wij kijken met de organisatie of dat ook gewoon toegestaan is. Want het moet natuurlijk in elk opzicht een soort van eerlijk zijn. En is het 16 of 17 inch wat jij kan zetten in je brommer aan wielen. Vervolgens is het voor jezelf slim natuurlijk dat als je niet meer het originele luchtfilter naar frame hebt, dat je natuurlijk het zorgt dat het wel in een soort van box zit, dat als er zeikende regen op komt, hij het nog steeds doet. Maar alles is verder qua setup aan jou binnen de 70cc maximaal. Maar vervolgens moet wel elke bout die gerelateerd is aan olie, vulling of aftap, aan koppeling, moet geborgd zijn. Een andere interessante is iets wat je misschien al hebt op je Thomas. Een kill switch. Namelijk de nieuwere types hebben gewoon die standaard schuif die je open en dicht kan zetten, zeg maar, aan of uit kan zetten of die wel of niet vonkt. Dus het feit is, ga jij onderuit, verlies jij de controle, gaat de brommer ergens heen en jij ook, dan moet er eigenlijk een verbinding zijn door middel van een bandje aan een touwtje die vervolgens op een dopje zit die eraf getrokken wordt, waardoor automatisch de ontsteking zegt, ik vonk niet meer. Het is dus eigenlijk hetzelfde natuurlijk principe als dus de kill switch of gewoon een knopje wat je indrukt. Alleen dit keer wordt het al getriggerd als je alleen al je hand zou omhoog trekken, gaat die uit.
is een eis. Mede natuurlijk ook weer om hetzelfde. Veiligheid en dat het ding uitgaat. En niet gewoon op zichzelf denkt, ik ga eens even die bosjes van dichtbij bekijken. Kunnen we er sliks op zetten? Nou, bij een race normaal gesproken, zeker hoog niveau, zou je zeggen ja. Want je gaat op asfalt. Maar gezien het weer, gezien we natuurlijk geen Rossies zijn, nemen we sowieso banden met profiel. Kunnen natuurlijk wel semi-slick zijn, maar er moet sowieso profiel op. En het is natuurlijk ook verdomd handig om goede banden te hebben. Anders ga je namelijk heel snel onderuit. Overigens, dat is wel een hele grappig shot dat die jongens daar glijden. Maar ze hebben wel gewoon met een nagenoeg standaard tomosje, en dat is precies wat ik bedoel in deze video, de hele 4 uur uitgereden. Hè? Dus eigenlijk best wel heel vet. Naast de fiets wordt ook jij geïnspecteerd. Heb je een bierbuik, heb je pech. Shit. Nee, het gaat natuurlijk om je pak. Het gaat om je helm, het gaat om handschoenen, het gaat om laarzen. Je zal dus wel, zij het een one piece of een two piece zoals ze dat noemen, dus eentje waarbij je het aan elkaar ritst, het moet een afsluitend racepak zijn. Dat mag dus met rits, anders kan je het echt vergeten. Zijn er twee losse delen die niet aan elkaar vastzitten, kom je niet de baan op. Hetzelfde geldt voor je schoenen, want wat nou als je enkel gaat? Je moet een hoge schoen hebben. Op zijn minst gewoon enorm stevige, zij het hoge werkschoenen, zij het hoge loopschoenen, maar eigenlijk gewoon racelaarzen of crosslaarzen. En dan is het natuurlijk logisch dat je wat gereedschap meeneemt voor de onderhoud. Wel, dan hou je 1 cilinder, anders krijg je straftijd. En wanneer je benzine moet tanken bijvoorbeeld, heb je 1 5-liter jerrycan op jouw positie binnen de pitlane, dus waarschijnlijk in een pitbox staan. Daarmee tank je, die vult bijvoorbeeld je monteur weer bij, zodat die weer klaar staat. Maximaal 5 liter is opnieuw natuurlijk gewoon voor de veiligheid. Zo zie je dus eigenlijk dat je best wel redelijk makkelijk, los van dat je misschien een pak moet regelen, maar goed, vraag je vader, een vriend, een broer, iemand die misschien motorrijdt of die een goed pak heeft of nog over heeft. Dat zal wellicht iets zijn wat je gewoon niet hebt, maar die brommer is dus helemaal niet zo moeilijk om te krijgen, want die heb je waarschijnlijk al thuis staan. Dan vervolgens ga je rijden. 4 uur lang. Dat is best wel lang, maar je hebt natuurlijk je andere rijders om te wisselen. Maar voordat dat allemaal gebeurt, heb je natuurlijk ook een vrije training en natuurlijk een kwalificatie. Die vrije training zorgt ervoor dat jij echt nog even de puntjes op de i kan zetten en de baan natuurlijk kan ontdekken, want wie weet heb je daar nog nooit gereden. Dan vervolgens ga je kwalificeren. De tijd die je neerzet zal de opstellinglijn worden van wanneer je weg kan. En dan is het 4 uur lang knallen. Dan ga je een keer die pitbox in. Wanneer, hoe en wat? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Is natuurlijk uitgebreider, kan je nogmaals lezen in de beschrijving via de link. Je moet minstens binnen 1 uur 1 keer zijn gewisseld. Dus of je dat al doet op 30 minuten of op 55, het moet binnen dat eerste uur. Wij hebben transponders zitten op elke fiets die de baan op gaat, dus we zien direct wat er gebeurt. We hebben ook officieel racecontrol. Dan kom je binnen, dan mag er natuurlijk worden getankt. Dan moet er natuurlijk van de fiets af worden gegaan, maar je kunt dan wel als rijder of de rijder die er dan opspringt helpen met het tanken samen met de monteur. Altijd maximaal 2 personen die daaraan zitten. En wanneer je moet sleutelen en er is dikke paniek, ja, dan is die toch al uit. Is er geen haast wat betreft de baan opgaan. Dus ben je met z'n allen in die box natuurlijk bezig. Tanken moet minstens 1 keer in het uur. Dus als je een hele dikke tank erop bouwt, is dat ontzettend leuk. Dan moet je dat misschien alleen maar doen omdat je gewoon een veel te agressieve setup hebt gebouwd erop. Als jij dus zegt van ja, ik wil eigenlijk gewoon bijna dat hele uur gewoon in 1 keer volhouden. Dat kan, maar zorg er dus niet voor dat je overbodig gewicht mee hebt. Want binnen dat uur moet jij sowieso 1 keer naar binnen om te tanken. Doe je dat op hetzelfde moment als dat je de rijderswissel doet, ja, dat is aan jullie. En heb je dan zo hard gestreden, 4 uur lang, dan is het winnen per klasse. Dus je kunt gewoon met de Tomos, en er zijn niet heel veel Tomos teams die het aandurven. Dus wie weet staan er 5, 6 teams op de start, er zijn er nu 3 ingeschreven. Dan is de kans gewoon heel groot dat jij met je maten gewoon op het podium nog staat. Kijk, de algemene klasse is daarna natuurlijk de vraag hoe snel je bent. Maar goed, maak het maar waar. Ik bedoel, wie weet win jij wel van de poegjes. En natuurlijk komt bij alles een prijs. De wand. We moeten ervoor zorgen dat jullie veilig zijn. Want jullie hebben geen racelicentie misschien. En hoe dan ook, in ieder geval wordt het hele evenement door ons gehost, door ons betaald. Dat we dat circuit hebben, dat we een EHBO-team hebben staan met een door daar locatie ambulance. We moeten een heel team daar hebben staan voor racecontrol, voor de media, voor de pitboxen, voor het vlaggen. Ja, je snapt wel dat dat allemaal geld kost. €300. Boef, dat is wel een bedrag. Maar tegelijk
ook weer niet. Want alleen al je team die je daar neer kan zetten is 4 man. Dus dat is nog maar €75 per man. En stel je voor dat vrienden of familie zeggen, nou hier heb je een tientje. Ja, dan ben je waarschijnlijk al helemaal niks meer kwijt. Dus doe het gewoon slim aanpakken. Regel wat sponsors. Zorg ervoor dat het een gaaf fietsje is. Maar als jij gewoon met je oude Tomos die je hebt staan in de schuur, waarvan je weet, die haalt die 4 uur. Hey, laat zien dan. Super vet. Wil jij langskomen, dan kan dat natuurlijk ook nogmaals 2 november. Circuit de Landsart in Veldhoven dus, naast Eindhoven. Is echt top om heen te gaan. Is dus gewoon sowieso op zijn minst 4 uur lang entertainment. Ik ben er in ieder geval sowieso en ik hoop je daar te zien. Later!